Zaterdagmiddag 28 november, dan is het zover. Dan zal het Horentse Hovo Kubo de degens kruisen met Utlera Futsal uit Noorwegen. Inzet natuurlijk een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League van het zaalvoetbal. Maar eerst trainde de formatie van trainercoach Sander van Dijk voor de laatste maal in Nederland. Ja, Sofian, aan de vooravond van je internationale debuut. Ja, zeker. Zin in? Zeker. Ja, we doen het goed in de competitie. En ik mag meemaken dat we met deze mooie team naar Champions League in kunnen gaan. En ik ben benieuwd wat we daar gaan doen. Ik heb een heel goed gevoel erover. Ja. Wij allemaal, individueel als team zijn, allemaal. De coach ook, iedereen eromheen, heel goed gevoel. Iedereen is gebrand om te gaan winnen, we hebben er echt zin in. We missen ook om wedstrijden weer te spelen. En je zag ook vandaag dat we weer super gretig waren. Nou, dat wou ik net zeggen om je even te onderbreken. De gretigheid spatte er vanaf, ondanks dat jullie op een aangepaste manier moesten trainen. Zeker, zeker. Ja, dat, helaas met deze coronamaatregelen moeten we die accepteren. En ja, je ziet de jongens trainen keihard. En je merkt, soms word je boos op elkaar. En dat is gewoon allemaal positief bedoeld. Dus ik ben helemaal blij omdat dat we dit kunnen meemaken allemaal. Zaterdagmiddag knallen? Zeker. We hebben er zin in en we gaan voor de winst. En hopelijk in januari weer verder gaan. Het is weer anders. En behoorlijk anders. Ja, dat kan je wel zeggen. Al die omstandigheden waar je het natuurlijk over hebt. En we moeten ermee dealen. Maar ja, gretig dat we zijn. We hebben er zin in. We staan er positief in. Iedereen. En we kijken er gewoon uit. Want je mag weer. Laatste training hier in Nederland. Een aangepaste training. Maar de vonken vlogen er vanaf. Ja, maar dat is... De trainer zegt het net ook. Je mag eindelijk weer voor iets gaan spelen. En iedereen voelt ook van... Het gaat weer gebeuren. De partijen gaat weer gebeuren. Het is gewoon, en het is om iets. Het is niet zomaar een wedstrijdje. Het is echt meteen het hoogste van het hoogste. En dat beseffen we ook, dat beseffen we ook met z'n allen. Waarbij ik niet de indruk heb dat jullie het heel lichtvoetig oppakken. Jullie zijn bloedserieus bezig. Natuurlijk, ja, maar het is maar één wedstrijd wat je nu speelt. Het is niet zoals voorgaande jaren dat je in een pool belandt. Dat je nog kan afwachten wat de tegenstander doet of wat dan ook. Je bent nu gewoon van jezelf afhankelijk. Die 40 minuten zuiver speeltijd wat je speelt in totaal. En je gaat zelf bepalen of je doorgaat of niet in één wedstrijd. Dus het is ook anders, Leo. En ja, je moet ook scherp zijn. Geef eens antwoord op die vraag. Ga je door? Ja, ik heb er een goed gevoel over. Dus ja, ik hou er niet van om te zeggen ja of nee, maar ik heb er alle vertrouwen in. Als jij mij vraagt, gaan we door, dan... Dan zeg je ja. Dan zeg ik uiteindelijk ja. Je hebt lekker getraind, Levi. Vond u dat? Ja. Nou, top, dank u wel. Die steek ik in mijn zak. Ja. Nodig natuurlijk, want zaterdag kunnen jullie het hoofdtoernooi van de Champions League bereiken. Dat gaat ook gebeuren, Leo. Ja. Gaat helemaal goed komen. Nou, ben jij de tweede doelman achter ja. Dave Stedt. Ja. De kans is aanwezig dat je misschien helemaal niet in actie komt. Hoe kun je dan toch als keeper zo ontzettend opladen, motiveren om vandaag ook alles te geven? Het is simpel. Gewoon elk moment die jij in de goal staat, is gewoon, zie je het gewoon als een feest. Dus probeer gewoon alles uit de kast te houden om die ballen tegen te houden. Want uiteindelijk sta je er dan voor. En je wilt gewoon de taak van Sted wil je ook gewoon zo goed mogelijk vervangen. Ja, dan moet ik zeggen dat jullie samen ook heel veel trainen, waardoor jij ook beter wordt. Absoluut. Dave is een goede leermeester voor mij. Ik leer elke training al wat. Dus je leert ook gewoon door naar elkaar te kijken. Dus alleen maar beter word je ervan. Ja. Zeker omdat je een goede keeper voor je hebt. Dat is voor mezelf alleen maar positief. Ja, jij bent een van die spelers bij Hovo Kubo die zijn internationale debuut gaat maken. Ja, zeker. Die kan ik afvinken. Dus dat is alleen maar leuk. Staat goed op je cv natuurlijk. En voor jezelf ook leuk om mee te maken, zo'n ervaring. Tot slot, staat er in de zaalvoetbalsport nog meer op je bucketlist? Van alles. Ik zie wel waar elk station... staat, dus ik wacht af.
Sander, laatste training, wel te verstaan aangepaste training voor Hovo Cubo, alvorens jullie naar Noorwegen afreizen. Ja. En de gretigheid spatte er vanaf, ondanks dat jullie aangepast moesten oefenen. Ja, kijk, we mogen weer. Hè. En dat gevoel dat je hebt, dat we nu echt serieus mogen, ja, dat zie je inderdaad ook aan de groep nu terug. Ja, en dat, wat je zegt, spat eraf. Iedereen wil graag. Wij hebben een doel. Hè. Dat is ook een stuk mooie missie. Dus ja, ik denk dat alles er klaar voor is om in ieder geval er goed naartoe af te reizen. Gelukkig, los van een paar kleine pijngevallen, is geen blessures. Dat is superbelangrijk. Vooralsnog alle tests negatief, dus voor ons positief. Dus ja, laten we hopen dat het zo blijft. Over gretigheid gesproken. Ik vond jou ook super fanatiek vandaag. Ja, maar dat gaat nu toch ergens om. Het is gewoon straks zaterdag is het knock-out. Dus ja, ik wil in elk detail met de groep en natuurlijk met Appie, mijn assistent, willen wij gewoon elk detail gewoon in kaart hebben gebracht en gewaarschuwd hebben voor allerlei scenario's die zouden kunnen gebeuren. Ja, en dan is elke paas die je zeg maar achter de man geeft, voor de man geeft, wel of niet goed druk zet en vooral op welke manier je druk zet. Ja, dat gaat gewoon veel uitmaken. En ja, die accenten wil ik wel graag bewaken, dat klopt. In januari staan we weer in het buitenland, hè? Als de mij ligt zeker en als de groep ligt zeker. Dus, ja, het is nu alleen een kwestie van ja, hoe gaat het balletje rollen? Nou ja, daar kunnen we op één manier achter komen. Dat is gewoon vol gas geven op zaterdag 4 uur. En dan weten we rond 6 uur weten waar we staan.